Ja, het zal je maar gebeuren. Dan staan ze in één keer voor je deur. En wat moet je ze dan geven? Jawbreakers. Wat heeft dat nou te maken met Halloween? Daar kom ik zo even op terug. Dit zijn in ieder geval jawbreakers. Sour jawbreakers. In een mooie folieverpakking. Halloween groen of zombie groen. Kijk, daar heb je de link alweer. Er zitten er 5 in een mooie folieverpakking. Je zou haar zeggen 5 etten in een dop. En ze zijn toch wel aardig aan de grote kant. Als je een klein kind bent, in ieder geval. Als je naar de verpakking kijkt, dan zie je de grappige lettertype. En een smiley met zijn tong eruit. Kijk, dat wordt wel griezeliger. En een heel klein kind met een heel groot hoofd en kleine handjes. Nou, als je zo'n kind al hebt, dan moet je het eigenlijk al terugsturen. En Z Candy is de maker. Z Candy. En dit is houdbaar tot 2014. Is het ook houdbaar om het ook houdbaar te houden? Met andere woorden, is het gauw op? Of laat je het liever in de kast liggen? Nou, ik zal het maar eens even openmaken. En dan proeven we er gewoon een. Kijk maar hoe groot zo'n ding is. Vol met kleurstoffen en chemische smaakstoffen. Zuurtregelaars waarschijnlijk. Waar ruikt het naar? Nou, ik heb nog niet geroken. Tenminste, niet bij mijn neus. Ik ruik iets van appel. Zure appel. Krenischwitz. Ik heb al zin in een appeltje. Maar goed, eerst deze. Ik proef nog niks. Het moet nog komen, denk ik. Misschien moet ik er nog langer op sabbelen. Maar het smaakt inderdaad naar een appel. Maar echt zuur is hij nog niet. Wel groot. Maar weet je wat? Ik zet de camera heel even op pauze. Kijken of het een beetje in begint te schoppen. Het zuurtegraad dan. Goed. Tot dadelijk. Ja, ik ben ongeveer een 30 seconden verder. Nee, echt zuur is hij niet. Met andere trick or treat ben ik dus eigenlijk getrickt. Zie je wel dat het er toch mee te maken had. Ik dacht al zoiets, maar eigenlijk meer de andere kant op. Goed, laten we het maar eerst over een ander ding hebben. Het zijn namelijk chewing gums. Zijn ze ook zuur? Nee, niet echt. Eigenlijk helemaal niet. Ik had gehoopt van wel, want ik kan me zo voorstellen als zo'n kleine hummeltje dan aanbelt en die zegt trick or treat. En dan geef je mooi een zo'n bal of twee en dan zie je hem lachen. Maar hij moest eens weten als hij het in zijn mond stopt en dan weer wegloopt en net doen alsof er niks aan de hand is. Maar helaas, nu ben ik eigenlijk bij het beet genomen. Maar vind ik dat erg? Nee. Aan de andere kant, ja, is het wel een beetje een miskoop. Dat wel. Het is geen vervelende kauwgom. Het lijkt wel op die
ouderwetse kauwgoms van vroeger. Maar daar heb ik het niet voor gekocht. Maar goed. Sour Jawbreakers dus. Van Z Candy. Niet zo zuur. En gelukkig ook niet al te duur. Dus dat valt ook weer mee. Dat was klaar, dus alles. Ik dank u wel voor het kijken. En tot dadelijk. Dadelijk.